Welkom bij onze volgende Severinsvlog. Vandaag wil ik het graag gaan hebben over kennisoverdracht. Want als je kennisoverdracht hebt, dan werk je gewoon samen. En kennis is macht. Zie jij het nou al voor je om terug in de schoolbank te gaan zitten om kennis te kunnen ontvangen? Ja, voor veel collega's is dat natuurlijk niet de ideale situatie. Kijk, ik ga weer terug naar school. Maar wie zegt dat mijn collega dat leuk vindt? Kijk, ieder discipline heeft zijn eigen kennis en zijn eigen kunde. Maar vaak houden ze daar heel erg bij zich. Als we nou kunnen creëren met z'n allen, dat alle kennis die we hebben, dat we die proberen te delen met elkaar, zijn we natuurlijk veel verder. En natuurlijk gaat de technologie ons vandaag een handje helpen. Dit brengt me meteen bij tip nummer 2. Het intranet heeft ervoor gezorgd dat we als organisatie al een stukje kleiner zijn gaan voelen. Dat betekent dat jij buiten de muren van je locatie om veel makkelijker contact kan zoeken met verschillende disciplines, met andere mensen die je normaal gezien nooit zou spreken. Het betekent dat je niet meer gaat kijken op functieniveau of waar iemand werkt. Nee, samen zijn we Severines en samen worden we groots. Dit brengt me meteen bij tip nummer 3. Communicatie op top-down en bottom-up niveau is heel erg belangrijk. Stel je voor, je bent een medewerker en je hebt eigenlijk nooit je manager gezien. Ik vind het heel erg eng. Dan ga je ook niet natuurlijk de tips en de kennis die je hebt op het werkvloerniveau aan je manager vertellen. Dit is jammer, want vaak zijn nieuwe krachten die weer binnenkrijgen vol met kennis en kunde en weten ze heel erg veel over nieuwe ontwikkelingen of van andere werkervaringen. Het is heel belangrijk dat de mensen die op de werkvloer werken dit natuurlijk ook meedelen naar boven. Dit betekent bottom-up. Het is heel erg belangrijk dat dit boven komt en dat we dit dus gezamenlijk kunnen verspreiden. Dit brengt me bij punt nummer 4. Severinus investeert veel in zijn medewerkers en investeert jaarlijks in een kickweek. Kennis in kracht. Dat betekent dus dat we graag met z'n allen kennis delen. Op dat moment kan je meedoen aan verschillende workshops waarmee je eigenlijk je eigen ervaringen kan verbreden, maar dat kennisoverdracht ook tot stand komt. Alleen samen kunnen we dit. Van medewerker naar medewerker. Nog enkele tips als je dan gaat communiceren. Zorg ervoor dat het helder, duidelijk en eerlijk is, maar zorg er ook voor dat je complete proces beschreven staat. Zo kunnen andere mensen vanaf het begin met je meedenken. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je je veilig voelt in je eigen vel. Dus wees zeker eerlijk over wat je zegt. Dit was het dan weer voor vandaag. En onthoud, sharing is caring.